Goed. Ik heb mij ingesmeerd met de pre-shave. Dan ga ik het nat maken van de borstel. Zo. Dat die er goed in geweest is. En die laat je gewoon druppen. Je duwt erop. Als die niet meer drupt, is dat perfect. En wat ik doe thuis, ik ga zo scheppen. Oké, okay, dus je duwt de borstel een beetje plat. Daar ja, een soort dan van... heb je zo'n beetje een lepelje. Ja. Ja. Oké. Okay. Zo, en dan ga ik dat opschuimen. En moet je ergens op letten? Dus het belangrijkste is dat je niet in dezelfde richting gaat draaien de hele tijd. Ja. Als je dat gaat doen, gaat je haren kapot draaien eigenlijk, dan gaan die eruit vallen. Ja. Dus in veel verschillende richtingen een keer zo. En wat kloppen ook, dat dat goed opgeklopt is. Ja, zoals een goede sabayon zeker. Zo. Ja, en in een nachtje. Als ja. je dat mag altijd. Ja. Maar hij moet goed blinken. Je ziet hier, dat die, daar zit zo'n glansje in. Ja. Dat is teken dat hem vochtig genoeg is en niet te droog is. Als hem mat, als hem echt dof wordt, dan is hem te droog. En dan heb je niet genoeg water, kun je altijd wel wat bij doen. En de ene keer dat hem te nat is, dan ga je zien aan de zeepbellen die erop komen. Ja. Klein belletjes, zoals bij een afwas. Dan heb je te veel water, dan moet opnieuw beginnen. Dus niet bijscheppen heeft geen zin, nee, gewoon... Nee, inderdaad. Vooral belangrijk dat dat overal is. Mm-hmm. Wat je ook ziet, dat is niet zoals een mousse van een scheercrème. Dat is veel gladder. Dat is voor een gevoelige huid. En iedereen kan hier in principe mee scheren. Stel dat je een, ja. een huidprobleem hebt. Of stel dat je geen huidaandoening hebt, kun je daarmee scheren. Maar als je nu gemakkelijker last hebt van scheerbrand of andere huidaandoeningen die echt iets... Ja, waar dat je medicatie voor moet nemen of zo, dan is dit eigenlijk een tamelijk echt een heel goed product. Zo, wat ik ga doen, nu de snor. Ja. Ik doe dat wat open. En dan... Ah, dat je een smallere borstel krijgt. Voilà. Ook wel slim. Ja, anders hangt deel je gezicht. Ja, het is over.